gekeken naar de lichtreactie. We hebben hierboven gekeken wat er gebeurt, energetisch gezien met die elektronen. We gaan nu kijken wat er fysiek gebeurt. Ja? We weten dat waar het allemaal gebeurt, die lichtreactie, is op de stuivertjes. Kan je je voorstellen als platte stuivertjes, de groene korreltjes in de bladgroenkorrel. Ja, als je in je boek kijkt, dan zie je daar een schematische tekening van. Als je inzoomt op een bladgroenkorrel, dan zie je dat die korrel is groen, maar daarbinnenin zitten kleine stuivertjes, lijkt het wel. Dat zijn membranen, een soort ER, maar dan in de bladgroenkorrel. En die membranen, dat heet de thylakoïd membranen. Dit is in zo'n stuivertje, een granum, of grana, als je het over meerdere hebt. Dit is erbuiten, dus dit is het plasma. Van de bladgroenkorrel, niet cytoplasma zeggen, want dat is natuurlijk van de cel. We zijn hier in het organel aan het kijken en dit is binnen in dat granum. En wat je ziet, hierboven heb ik weergegeven hier in dat membraan. Wat blijkt nou, dat al deze bolletjes die je hierboven zag, dat blijken eiwitten te zijn die in dat thylakoïd membraan zit. Behalve Z, ja, als we hier hebben gezien, hier begint het verhaal, 680, P680 wordt geëxciteerd door licht. Ik heb dat licht hier achterwege gehouden. De elektronen beginnen een stroom en die krijgen een elektronen van Z, wat hier in dat granum ligt. Hier wordt water dus gesplitst en H+-ionen komen hier vrij. Als we dan verder gaan kijken wat er daadwerkelijk verder nog meer gebeurt, dan hier bij P700 zagen we boven dat die elektronen weer een boost kregen. Maar als we een stapje terug gaan, we zagen hier bij cytochroom dat er ATP werd geproduceerd. Dat was eigenlijk een beetje een shortcut, want daar wordt op dat cytochroom wordt geen direct ATP geproduceerd. Er wordt een H+-ion van hier naar binnen gepompt. Binnen in dat stuivertje, binnen in dat granum. Er wordt hier dus een proton van binnen of van buiten naar binnen gepompt. Hier hebben we een H+. Maar we hebben ook al H+ gekregen door de splitsing van water. Wat blijkt nou zo te zijn, dat hier een hogere concentratie H+ is, dus een lagere pH, dan buiten. Dus die H+'en die hierdoor naar binnen worden gepompt, dat is een soort potentiële, of dat is een potentiële energie. Die energie die kan weer vrij worden gemaakt door, je kent hem, je herkent hem weer aan die paddenstoelvorm, door onze ATP-synthase of ATPase, dat vette molecuul, enorm eiwitcomplex wat ronddraait en met die bewegingsenergie die wordt veroorzaakt door die protonen die hier doorheen stromen. Met die bewegingsenergie worden ADP plus P wordt ATP gemaakt. En dat klopt, hè, want let goed op, we waren bezig met die lichtreactie. ATP was nodig voor de productie en die komt dus eigenlijk niet vrij bij die cytochroom, maar die komt dus vrij bij die ATPase. Die elektronen worden ook weer, natuurlijk zoals in het bovenstaande verhaal, opgenomen door NADP plus 2H+, wat NADPH plus H+ produceert. Dus we hebben nou fysiek op het membraan hebben gekeken wat er aan de hand is. En dit was energetisch. Nou is er één ding wat ik nog even kwijt moet. Dat soms is dat NADPase is nog bezig met deze reactie NADP plus. Plus 2H+, en die elektronen omzetten in NADPH plus H+. En als die daarmee bezig is, kan dat enzym, dat eiwit, kan niet nieuwe elektronen accepteren. Want hij doet zijn kunstje, hij zit vol, geen idee hoe dat werkt. Wat doet dat ferredoxine, dat FD, die gooit die elektronen terug naar cytochroom. En het mooie is, en dat zie je nu gebeuren, dat als die dat doet, cyclische fosforilering heet dat, dan worden er wel H+'en hier doorheen gepompt en wordt er dus wel ATP geproduceerd. En dus dit proces is de hele tijd in gang en iedere keer dat ferredoxine zijn elektronen niet kwijt kan aan het NADP-reductase, hier zo, stuurt hij die elektronen terug en er wordt dus veel meer ATP geproduceerd dan dat je hier boven op het eerste oog zou zeggen. Dus het is niet zo'n mooie ketting die de hele tijd zo'n rol speelt. Goed, fysieke verhaal, het energetische verhaal van de lichtreactie van fotosynthese. Succes!